David Kwiksilber, fijn dat je even tijd wilde maken. November Music 2011, de David Kwiksilber Big Band op vrijdagavond. Maar gisteravond zag ik jou volgens mij ook in een opera. Zeker. Twee rollen. Ik speelde gisteren met Nieuw Amsterdams Pijl. Een nieuw werk van Astrid Kruiselbrink. En dat was heel klein bezet. Viool, klarinet, hoorn, piano en drie zangeressen. Dus dan ben je op een hele genuanceerde manier aan het kamermusiceren. Dat is een groot plezier. Maar een haast nog groter plezier is met 26 man tegelijk in een big band ook kamermusiceren. Dat is wel de bedoeling. Ook al is die band hartstikke groot, is het de bedoeling dat er fluisterzacht gespeeld kan worden en dat er een gloeiend geluid vanaf kan komen. Dus een big band is een prachtig vehikel voor allerlei energie. Ik ben heel blij dat alle spelers die in mijn big band zitten met me mee willen doen. Dat alle componisten die ervoor willen schrijven erin geïnteresseerd zijn uit alle verschillende werelden. Hedendaags klassieke componisten, maar ook hedendaags componisten uit de jazz en geïmproviseerde wereld. We zijn een schatkist, repertoire schatkist aan het opbouwen met gloednieuwe, fonkelnieuwe muziek met vormen van improvisatie. Ja. Is het nou, dat is een prachtige volzin, David. Maar bedankt. Waar ik heel nieuwsgierig naar ben, als ik gisteravond zag ik jou daar zitten in die hele kleine bezetting, in die behoorlijk, ja, bijna esoterische muziek van Astrid. Jouw big band zal, nou, je zei al, kan fluisterzacht spelen, maar kan ook enorm schitteren. Dat is een hele andere wereld. Die twee dingen, hoe verhouden die zich die tot elkaar? Ben jij zowel het ene als het ander? Of zijn er twee kanten van jouw muzikanten? Schap of zoiets? Absoluut. Ik heb altijd en jazz en geïmproviseerde muziek gespeeld en klassieke en moderne muziek. Het is geen hogere wiskunde, het is gewoon muziek. En zacht spelen, hard spelen, Brahms spelen, Nucool Collective spelen, fonkelnieuwe muziek spelen en doen wat er van je verlangd wordt op een traditionele manier kan ook hartstikke leuk zijn. Het is allemaal hartstikke leuk om te doen. Gewoon, het gaat om de muziek. Het gaat om en de muziek. En het etiket is eigenlijk niet van belang. Zeker weten. En laten we wel wezen, hoe lang is de mens al met muziek bezig? Al sinds de eerste dagen dat de mens ergens op kon slaan. Muziek is hartstikke belangrijk. Cultuur is hartstikke belangrijk. Laten we dat koesteren. Laten we die decennia dat Nederland iets heeft opgebouwd niet wegvegen met kortzichtige populistische onzin. Laten we cultuur koesteren. Dat is waar wij als mens ons in groter kunnen maken dan we eigenlijk zijn. Zelfs als we fluisterzacht spelen. Zelfs als we fluisterzacht spelen. Ja. Ik laat het even zo staan, want dit is een uitspraak die veel verder gaat dan alleen maar de muziek die je maakt. Dit is ook iets over wat je zegt, betekent ook iets over wat muziek is voor ons als mensen. Zeker weten. Klopt het wat Nietzsche ooit gezegd heeft, dat het leven zonder muziek een vergissing zou zijn, wat jou betreft? Ik kan me niet een leven zonder muziek voorstellen. Ik denk dan natuurlijk in eerste instantie aan mezelf, maar ik denk ook aan de wereld om me heen. Ik zie iedereen van muziek genieten op allerlei verschillende manieren. Ik zie ook mensen van theater genieten op allerlei verschillende manieren. Van soaps op televisie tot in de Schouwburg. Een leven zonder verbeelding bestaat überhaupt niet. Dat kunnen we wel wegdenken te bezuinigen, maar het bestaat überhaupt niet. Want dat is waar we hoofdzakelijk mee bezig zijn met onze verbeelding. Dus dat moeten we koesteren. Ja. Hey, jouw big band is niet zomaar een jazz big band. Zeker niet. Het is veel breder dan dat. Vertel eens, wat voor repertoire spelen jullie allemaal? We bouwen een repertoire schatkist op componisten uit de hedendaagse klassieke muziek en componisten uit de jazz en geïmproviseerde muziek. Die hebben hele andere achtergronden, andere klankwerelden in hun kop. Die laten hun vocabulaire, hun ideeën los op dat vehikel dat een big band is. En dat gaat dus helemaal niet over ching, chigga-ding, chigga-jing of iets funkies per se. Dat kan gaan over iets wat doet denken aan Schoenberg. Het kan gaan over iets wat doet denken aan Duke Ellington. Het kan gaan over iets wat doet denken aan Louis Andriessen. Het kan gaan over iets wat doet denken aan Morton Feldman. Het kan over alles gaan, want het is muziek. Wat is de samenstelling? Is het een traditionele big band samenstelling? Of heb je Het is een uitgebreide traditionele big band samenstelling. Maar we hebben 8 rieten op de eerste rij, waaronder een hobo en een fagot.
Dat is niet traditioneel in een big band, maar dat zijn zeer goede spelers, muzici en vrienden van me. Dus die wou ik erbij hebben. Dan hebben we een uitgebreide trombonesectie met een tuba en een volledige vijfkoppige trompetsectie en een grote ritmesectie. En een zangsoliste, Claren McFadden, is onze vaste zangeres. Die is er vandaag in Den Bosch niet bij, maar dan hebben wij het genoeg om met David Moss te werken, Amerikaanse stemkunstenaar. En Peter Kuyt is de tapdancer die bij ons zijn alles geeft in het 3D. En, dus het is tamelijk uitgebreid. De tapdancer? Ja. Zit hij standaard bij alles wat je doet, of alleen bij de stukken waar hij ingeschreven is? Hij zit niet in alle stukken. Nee. Hij wordt soms als solist gefeatured en soms ook als onderdeel van de ritmesectie gebruikt. Okay. Dus ja, componisten die vinden dat een heel interessant gegeven en gaan daar op allerlei verschillende manieren mee om. Ja. Strijkers, komen die wel eens aan bod of hou je die echt... Hebben we nog niet gehad. Ik sluit het niet uit. Als we binnenkort de jackpot winnen, dan doen we wellicht een David Quacksilver Big Band with Strings project. Ja. Maar vooralsnog zijn er zoveel klankkleurmogelijkheden in zo'n band. Ja. Ja. Ja, met zo'n zitting moet dat natuurlijk altijd lukken. Zeker. Ja. Hoe ben je eigenlijk ermee begonnen? Wat is het idee geweest, wat aanleiding voor jou is geweest om dit te gaan doen? Ik speel zelf al bijvoorbeeld 13 jaar in de New Cool Collective Big Band. Met ontzettend veel plezier. Ik heb Big Band projecten met Werner Herber's Ebony Band gedaan. Met Gert-Jan Blom met zijn Bohunks. Als gastsolist met allerlei Big Bands in binnen- en buitenland gespeeld. Een Big Band is een waanzinnig vehikel. Met al die eigenheimers op een rijtje. En als er iets leuk is en relativerend. Is het dat je eigenheimers op een rijtje hebt. Die hun eigen verbeelding, hun eigen klank hebben. Dat relativeert. Er is geen absolute waarheid. Je hebt naast elkaar Peter van Bergen en Jasper Blom in deze Big Band. Twee totaal uiteenlopende tenorsaxofonisten. Die hebben een hele andere verbeelding en spelen op een hele andere manier op die waanzinnige saxofoon. En dat is vreselijk leuk. Die veelheid aan stemmen maakt het levendig. Ja. En het is jouw Big Band. Ben jij ook echt de leider van het geheel? In de zin van dat je dirigeert of... Waar nodig dirigeer ik, maar we doen zoveel mogelijk ongedirigeerd. Of Werner Herbers, de hoboïst, dirigeert. Of iemand anders uit de band dirigeert. Dat wisselt per stuk, maar we doen eigenlijk vooral ongedirigeerd. Ik ben de oprichter en ik ben ook wel degene die de repetities leidt en de repetitieschema's in elkaar draait en alles regelt. Mm-hmm. Dus, als we daar op het podium zitten, dan is het een team effort. Ja, ja, precies. Dan is het echt samen. Zeker. Samen spelen. Ja. Wat je bij orkesten vaak hoort, klassieke orkesten, symfonieorkesten, is dat de kleur van het orkest het resultaat is van jarenlang op elkaar ingespeeld raken, et cetera, et cetera. Nou zeg jij, Jasper Blom en Peter van Bergen noem je als voorbeeld, twee, mag ik wel zeggen, en dat is complimentair bedoeld, eigenheimers eerste klas. En ze zitten toch naast elkaar. Zeker. Maar je wil ook dat het wel klopt met elkaar. Tuurlijk. Hoe krijgen jullie dat voor elkaar? Ik heb dat altijd, ja, zeker gewoon spelen. Ik heb dat zelf altijd gedaan. Ik heb met heel veel plezier ingevoegd in ensembleklank. Dat is iets fantastisch om te doen, kamermusiceren. Dat je niet altijd de Hauptstimme speelt, maar je ook Nebenstimme. Mm-hmm. En dat je allerlei verschillende aanwezigheden van toon produceert. Dat is een feest om te doen. Al die nuance, dat verlang ik van alle spelers in de band. We moeten ook heel collectief kunnen spelen en naar elkaar kleuren. Maar het is van belang voor een big band en voor de muziek die we spelen dat ieder ook zijn eigen kleur kan bijdragen. Dus ja. Ja. Het liefst met eigenheimers die ook kunnen invoegen. Ja. Ja. Kan je iets vertellen over wat er vanavond gespeeld gaat worden? Wat voor stukken? Zeker. Uiteenlopende stukken. En ook uitgezocht op het feit dat David Moss vanavond met ons mee komt doen. Ja. Een stemkunstenaar. We gaan zo direct repeteren vanmiddag. Hij vliegt over uit Berlijn. Hij woont daar. Jacques Palings heeft een nieuw stuk voor ons geschreven. Gebaseerd op My Favorite Things. David Moss heeft al eerder een cd opgenomen met een versie van My Favorite Things. Waarin hij met zijn eigen taal en eigen aanpak dat nummer te lijf gaat. Dat gaat hij nu ook met ons doen. Maar Jacques heeft dat ervoor gezorgd dat wij als big band daar een zinderende... prikkelende en sprankelende samenwerking met hem in aangaan. We gaan het straks voor het eerst horen. Ik heb het alleen nog maar op de computer gehoord. Ja. Dus dat is voor ons een nieuw werk waar we vanmiddag vooral op gaan concentreren. En verder spelen we ook met David Moss werken die al eerder voor ons geschreven zijn, die we eerder dit seizoen al hebben gespeeld. Uiteenlopend van Yannis Kyriakides tot Hilary Jeffrey tot Jorrit Dijkstra.
tot Grettinger uit de schatkist van de Ebony Band. Robert Grettinger schreef eind jaren 40, begin jaren 50 voor Stan Kenton ook progressieve muziek voor een big band. Werner Herbers zit in de band en die stelt de Ebony Band schatkist beschikbaar. Dus wij doen ook twee werken van Grettinger. Dat was toen al progressieve muziek en klinkt nog steeds als progressieve muziek. Dus, en daar heb ik nog niet eens alles genoemd. Het wordt een zinderende mengelmoes. Ja, hebben jullie al eerder met David Moss samengewerkt? Nee. Dit is de eerste keer. Eerste keer. Spannend. Ja. Ja. Nou, het is wel iemand die dat kan ook, hè? Die meteen er kan zijn. Absoluut. Hij zal, je moet, muziek is een kunst van het moment. Je staat op een podium. Je moet in het moment reageren direct. Of je nou een Brahms trio speelt of met een big band iets fonkelnieuws van Jacques Palings speelt. Je moet in het moment met je oren meegaan en je verliezen in iets wat groter is dan jezelf. En daar moeten we allemaal trots op zijn en dat moeten we koesteren. Alle vormen van cultuur, want laten we wel wezen, er bestaat geen leven zonder cultuur. Dat is niet een van de dramatische uitspraak van een muzikant, dat is gewoon zo. Wat heeft u aan, waar luistert u naar, waar schept u plezier in, dat is cultuur. Ik ga deze even op repeat zetten, David. Want dit is een soort van ding wat erin gehamerd mag worden, vind je niet? Zeker. Nog twee vragen wil ik stellen. Over de band. Jullie combineren qua repertoire en qua klank en qua benadering zeg maar hedendaagse klassieke stukken. Progressieve muziek noemde je net als term, wat ook een mooi woord is. Maar ook dingen die meer aan de jazz-traditie hangen. Nou, hier in November Music, dan ligt het voor de hand. Hè. Daar wordt ontzettend veel, heel uiteenlopend repertoire wordt gecombineerd. Wat prachtig is, wat ook heel goed werkt. Is jouw ervaring dat het loop je wel eens er tegenop dat ze bij een zaal zeggen van ja, maar ja, David, het is niet echt de jazz, hè? Komt dat voor? Is dat iets wat je moet overwinnen? Sommige zalen die programmeren in series en dan kan iets moeilijk te plaatsen zijn. Echter, ik wil met deze band, we hebben in Amsterdam een vaste gig. Eens in de twee maanden spelen we in het Bimhuis. Ja. Die zijn hartstikke blij met ons. Het publiek daar ook, uiteenlopend van Purmerend tot Amsterdam-Zuid, vindt het allemaal leuk. Ik wil in verschillende steden door het land ook zo'n vaste gig. Dus ik hoop dat juist die programmeurs die het moeilijk te plaatsen vinden, denken, what the heck, hoezo moeilijk te plaatsen? Het is een zinderend avontuur. En het verenigt in zich allerlei aspecten die over de afgelopen decennia in Nederland groot zijn geweest. Improvisatie, compositie. Allerlei verschillende stijlen, muziek. Nederland heeft een reputatie al decennia lang. Er zijn veel dingen tot ontwikkeling gekomen. Dus ik hoop op verschillende podia in het land een vaste, bijvoorbeeld twee keer per jaar terecht te kunnen. Of in ieder geval één keer per jaar. Om publiek dit moois te laten horen. Het is hartstikke feestelijk. Dus ook al is het moeilijk te plaatsen, het is hartstikke feestelijk. En dan sluit het niet direct aan op een klassieke serie of op een jazzserie. So what? Ik sluit toch ook niet direct aan op als ik naast iemand op straat loop. En toch loop je naast iemand op straat. Toch? Ja, precies. Ja. Nou ja, het is natuurlijk voor programmeurs, kan ik me wel voorstellen hoor, ik wil dat absoluut niet goed praten, maar ik kan me wel voorstellen dat er een angst bestaat voor iets wat dan zogenaamd niet goed plaatsbaar is in een periode, zeker in een periode waarin eigen inkomsten van zalen steeds belangrijker worden gevonden, et cetera, et cetera. Dus ja, je moet het echt laten zien dat, zeker, dat het kan. Zeker. Nou, we hebben tot dat nu toe is. Absoluut. We hebben tot nu toe voor alleen maar voor volle bak gespeeld. Muziekgebouw 730 man, Bimhuis elke keer propvol. We gaan er hier ook voor. Ik snap dat zalen de zaal vol willen krijgen, maar we moeten ons niet laten leiden door angst, want dat doet helaas de regering al in alle populistische, opportunistische onzin die ze uitkramen, zo af en toe. Dus laten we ons vooral niet laten leiden door angst. Hey, en toekomstplannen? Komt er een cd of dvd of is dat er al? Er zijn clipjes op YouTube en Vimeo en de website is binnenkort online, davidkweksoberbigband.nl. Maar de cd gaan we zeker in de loop van het komend seizoen opnemen en tevens dvd. Ik heb daar nu nog geen actieve plannen voor, maar dan, we zijn die schatkist van repertoire die groeit, ja, steeds het meer. Het is nu het belangrijkste eigenlijk. Op dit moment, ja. Okay. En clipjes op YouTube? Maar dat is leuk, want die kunnen we laten zien in deze webcast. Dus en Vimeo. En Vimeo. Dat kan ook. Dus daar gaan we zo een keuze uit maken. David, ik wil je ontzettend bedanken. Erg bedankt voor ik wil jou ook bedanken. En heel veel plezier en succes vanavond. Ik kijk er enorm naar uit. Dankjewel. Dank.